Nou, welkom in de Buiksloterham. Dit is een heel bijzonder gebied waar namelijk een bedrijventerrein stap voor stap langzaamaan verandert in een dynamisch gebied waar wonen en werken, recreëren en industrie naast elkaar blijven bestaan. En in dit gebied zijn ook een aantal vrije kavels uitgegeven aan particulieren. En voor een van deze kavels hebben wij een ontwerp gemaakt waarbij wij geprobeerd hebben om het pand een echt passend karakter voor dit gebied te geven. Karakteristiek namelijk vonden we enerzijds de industriële architectuur die we hier in de omgeving nog vinden en anderzijds natuurlijk dat we er een woongebouw van wilden maken. Nou, die industriële architectuur, daar hebben we ons laten inspireren door de omgeving met zijn betonnen kaders en ranke metalen ramen. En daarvoor zijn we dan uiteindelijk ook uitgekomen bij de ranke metalen ramen van Reinaerts, die met zijn CS38 profielserie een heel interessant profiel gemaakt heeft, omdat dat heel slank is en er ook nog eens driedubbel glas in kan. Nou, voor de rest wouden we natuurlijk ook wel een echt woongebouw van maken. Dus we hebben ook eens gekeken van nou, wat zijn nou de karakteristieken van de Amsterdamse particuliere woningen zoals die langs de Amsterdamse grachten gebouwd zijn. En één daarvan was dat de gevels vaak net even ietsje naar voren hellen. En dat hebben wij terug laten komen door bij ons ontwerp de ramen stap voor stap, verdieping voor verdieping, ietsje wat dieper in de gevel te leggen. En daarmee krijg je onderin zelfs nog ruimte voor een mooi balkonnetje. Door de combinatie van deze karakteristieken is het eigenlijk een gebouw geworden wat precies op deze plek zich helemaal thuis voelt.